We hebben vanavond iets te vieren, vind ik. Een vernissage, zoals dat heet in kunstkringen. Hè? Ja, een vernissage. En dat voelt ook echt zo. We vieren de kracht van creativiteit en de onbegrensde mogelijkheden die kunst biedt. Diana Paalman, jij bent een van de deelnemers aan dit mooie project. Vond je het leuk om mee te doen? Ja, dat vond ik echt heel leuk. En wat? Graag knutselen. Ja? Ja. Jij knutselt graag. En wat vond je vooral zo leuk om te doen? We hebben met die pompoenenbeestjes hebben gemaakt. En met die slang heb ik aangemaakt. En dat je gewoon je eigen ding lekker kon maken, wat je leuk vond. En dat zijn dus die pompoenbeestjes wat overal door je heen vliegt. Nienke Dijkman, ja, we staan hier bij een heel bijzonder project. Hoe ben jij bij dit project betrokken geraakt? Ik zag een advertentie voor een tijdelijke subsidie van de gemeente Almelo voor culturele dingen. En toen heb ik eigenlijk een plan bedacht, een beperking beperk je niet, om met 10 deelnemers met een beperking kunst te gaan maken. En nou ja, zo is dit eigenlijk tot stand gekomen. En dan in samenwerking met mijn bedrijf en dan met Stichting de Club Twente. Mag ik even vragen wat jouw bedrijf is? Ja, mijn bedrijf is Nienke Dijkman Art. En daar maak ik kunstwerken in opdracht en ook voor mezelf, waar ik dan vervolgens weer verkoop. Dus ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met kunst en dit is een hele mooie verlengde daarvan. Ja, want wat zien wij hier vandaag zoal? En wat is er net geopend eigenlijk? Het is een eigen wereld gemaakt door de deelnemers, waar ze eigenlijk geen grenzen zijn. Bijvoorbeeld het werk wat er hiernaast is. De deelnemer die dit gemaakt heeft, is de uitlaatklep echt om te gaan fietsen. Dat is echt helemaal zijn ding. Maar hij heeft vroeger ook een beugel gehad. En dat was een van zijn hulpmiddelen die hij heeft gehad. En dat heeft hij samengevoegd tot één, tot de beugelfiets. En zo heeft eigenlijk elk kunstwerk wat hier staat een eigen verhaal erachter. Ja. Datgene wat het zo bijzonder maakt. Ja, dat maakt het zeker heel bijzonder. En hoeveel deelnemers hebben aan dit project meegedaan? 10 deelnemers. En ieder helemaal op zijn eigen manier? En op een eigen vormgeving? Ja, echt iedereen helemaal op zijn eigen manier. Echt, sommigen ook helemaal in eigen wereldje, maar sommigen ook juist helemaal lekker samenwerken. En ook wat je kunt zien, allemaal verschillende mediums gebruikt. Er zijn hulpstukken gebruikt, dus papier-mâché gebruikt, mozaïek is er gebruikt, textiel is er gebruikt. Het is echt van alles. Ja. En hoe lang blijven deze kunstwerken hier hangen? Het blijft 6 weken staan, tot en met Valentijnsdag, dus 14 februari. En dan is het afgelopen.